Welkom terug allemaal. Inmiddels begrijp ik dat de heer Rutte al aan het aansturen is op nieuwe verkiezingen. Dus na vandaag kunnen alle folders weer tevoorschijn komen en de affiches. Dus, het komt eigenlijk wel goed uit, want ons volgende onderwerp gaat over nieuwsvoorziening. En op dit moment de lokale nieuwsvoorziening. Wij kennen hier al jaren de Gooi in Eenbode, dat huis- en huisblad voor Hilversum. En sinds een aantal jaren is daar nu ook een internetsite bij waarop mensen kunnen reageren. Er is echter iets veranderd. Die site heet nu dichtbij.nl en niet iedereen is tevreden over die verandering. Daarover gaan we praten met Bart Brouwers, hoofdredacteur van de Dichtbij. Marco van Stralen, voormalig gemeenteraadslid in Hilversum en ook bekend als initiator van de prijs van Politicus van het Jaar. En de uitreiking heeft u in een van onze vorige uitzendingen kunnen zien. Ik wil beginnen met meneer Brouwers. Meneer Brouwers, wat is er eigenlijk precies veranderd door de komst van de Dichtbij hier? Nou, er is vooral heel veel gebleven, namelijk de mogelijkheid om mee te praten over onderwerpen die in Hilversum relevant zijn. Dat was al zo toen de site nog volledig door de Gooi in Eenbode werd gerund. En dat is op 1 juni vorig jaar, toen dat dichtbij is geworden, gebleven. Wat we hebben geprobeerd daaraan toe te voegen, is meer mogelijkheden om niet alleen zelf artikelen te plaatsen, dus niet alleen te reageren, maar ook te plaatsen. Dat kon voorheen ook al, we hebben dat geprobeerd wat makkelijker te maken. Bovendien hebben we een community manager, zoals we dat dan noemen, toegevoegd aan de mensen die het al deden. Nou, dat is eigenlijk een combinatie tussen, het is een journalist, ja. Maar qua taken is het een combinatie tussen traditionele journalistieke taken, stukjes schrijven, gewoon ja. Onderwerpen verzinnen en daarover verslag doen. En het tweede is een tweede taak, en eigenlijk is dat 50-50 verdeeld, is het activeren van de community, van de Hilversummers, zeg maar. Dat deel is nadrukkelijk niet gericht op, is het hem zelfs verboden om zelf te schrijven, maar hij moet het juist losmaken. Nou, dat is een verandering of een toevoeging in vergelijking met voorheen. Overigens, wat wel van belang is, wat echt 100% hetzelfde is gebleven, is de inbreng van de redactie van de Gooi in Eenbode. Die blijven nog volledig gewoon alles Bent wat zij kunnen publiceren. Bent u daar ook verantwoordelijk voor, over de Gooi in Eenbode of niet? Nou, ik voel me wel verantwoordelijk voor alles wat op dichtbij verschijnt. Maar ook over wat er in de Gooi in Eenbode verschijnt? Nee, daar zit een eigen hoofdredactie op en een eigen lokale redactie ook. En een lokale redactiechef. Oké. Meneer van Stralen. U heeft de veranderingen gezien? Ik heb ze gezien, ja. U bent er helemaal niet blij mee? Ik ben er helemaal niet blij mee. Waarom bent u niet blij? Ja, nou, juist het punt wat meneer Brouwers eigenlijk op het einde maakt, namelijk van we hebben geprobeerd om het te handhaven dat burgers erop konden reageren, ja. Dat is volledig weg. Gooi in Eenbode, Echo Site, was een van de beste sites van Nederland. Goed bezocht, veel mensen en zelfs regelmatig zorgde het ook voor landelijk nieuws. Het was een hele belangrijke vindplaats ook voor politici, maar ook voor journalisten om nieuws te maken. En wat je nu ziet is dat als burgers zelf het nieuws erop zetten, dat het helemaal niet zichtbaar is. Het verdwijnt helemaal. En het verdwijnt eigenlijk door de overijverigheid van die community manager, die er heel veel berichten op plaatst, en ook de Gooi in Eenbode redactie zelf. Dus onvindbaar. En je kunt het ook zien, vroeger werd er heel veel gereageerd tot 80 tot 110 reacties, nu 0,0. Vanochtend gekeken op de site, er staan 14... Pim me niet even op het aantal vast. Er staan 14 berichtjes onder elkaar. Ze zijn allemaal van jullie, geen één van de burger. Mm-hmm. Dus het is om zeep geholpen. Jammer. Nou, meneer Brouwers. Nou ja, ik denk dat je vooral richt op de homepage. Als je het hebt over zichtbaarheid en als je het hebt over de... Waar de burger kijkt. Nou ja, goed. Wat wij zien is hoe mensen binnenkomen. Is voor een kwart ongeveer... bezoek dat rechtstreeks op die homepage terechtkomt. Een ander kwart is via zoekmachines, dus, maar dan rechtstreeks naar een artikel. Dus dat heb je altijd te pakken. En de andere helft is eigenlijk via linkjes die we elders plaatsen. Dus eigenlijk een kwart komt rechtstreeks op die homepage. Dus daar, om dat deel gaat het dan. Ik zie overigens wel een punt. Hè. Als het gaat om het... Nee, maar goed, het is niet zo dat ik het wil wegmonteren of wat dan ook. Want door veel berichten te plaatsen op een homepage verdwijnen berichten ook snel. Overigens ook onze eigen berichten verdwijnen snel. Dus in die zin is het tempo... Ja, maar niet alleen snel, ze zijn gewoon niet zichtbaar. Want bijvoorbeeld, we hebben het gezien met de aankondiging van dit tv-programma. Mm-hmm. Ik heb te horen gekregen wanneer het geplaatst werd.
niet zichtbaar op die homepage. Bij de goede oude Gooi in Eenboten site kwam jouw bericht meteen bovenaan. En als andere mensen weer schreven, dan kwam het weer langzaam naar beneden. Het is totaal niet gevolg bij dichtbij. Onzichtbaar. Hilversum heeft 2 weken geleden te maken gehad met een stroomstoring. Circa 10.000 mensen zaten zonder stroom 6 uur lang. Het was nergens vindbaar. Een medewerker van RTI... Maar het stond er niet op? Of? Nee, het stond er niet. Nou, het stond wel op, maar het was onvindbaar. Een medewerker van RTI die heeft het erop gezet. Het was de enige nieuwsvoorziening op dat moment. Het was gewoon niet zichtbaar. Het wordt alleen maar zichtbaar, maar dan wordt het te technisch voor de kijker. Het is alleen maar zichtbaar linksboven na een tijdje. Een heel klein streepje van nieuwe berichten. Maar dat is het. Ja. Nou ja, nee, dus is het meneer Brouwers, is zoiets nou te veranderen eigenlijk? Nou, of is dit gewoon een systeem wat niet anders kan? Nou, op zich, het systeem is niet anders. Namelijk dat je een homepage maakt waar berichten op verschijnen. Ja. En de meest actuele staat bovenaan. Ook dat was voorheen bij de Gooi in Eenboten zo. Alleen, er zijn nu meer berichten. En er zijn ook, we hebben nu meer bijvoorbeeld ongelukken, incidenten op die site staan dan voorheen. Omdat we weten dat dat heel veel publiek trekt. Dat is voor ons van belang om te kunnen overleven. Heel eenvoudig. Overleven door ongelukken te plaatsen. Dat klinkt toch een beetje tegenstrijdig. Ja, zo gaat dat. In de journalistiek is het heel veel is tegenstrijdig. Oké, maar dat was toen ook het geval. Ja. Hè? Toen werden ook die ongelukken er allemaal opgezet en zo. Ja, maar minder. Gooi in Eenboten is nooit een echte, en nog steeds niet, een echte redactie geweest die op de actualiteit zit. Op de hete actualiteit, zou ik maar zeggen. Natuurlijk hebben zij allemaal nieuws en heel veel nieuwtjes en heel veel eigen nieuws en maar die hete actualiteit, met name met politiewerk... Maar die heeft niet gewerkt, want we hebben het niet gezien toen de 10.000 Hilversums hier zonder stroom zaten. Nou, dit onderwerp kan ik niet pareren, want ik heb dat niet gecheckt. En zo kun je waarschijnlijk nog een aantal onderwerpen noemen die we niet goed genoeg hebben gedaan. Maar ja, daar is ook een probleem op dit moment. Want wat je op dit moment steeds ziet is dat er ook vanuit burgers geprobeerd wordt te communiceren met de dichtbijredactie. Ja. En het is gewoon onmogelijk. Dat is echt niet waar. We zijn een aantal keren hebben wij gereageerd. Toen werden we uitgenodigd voor een gesprek. Ja. Toen waren we blij dat we konden komen. En toen opeens bleek het een inventarisatie of een meeting te worden. Waarin we uitgelegd kregen hoe die dichtbij-site werkte. Dat was de ene kant. Aan de andere kant werd ons uitgelegd hoe die blogwedstrijd werkte. Ja. Ik ben daarbij geweest bij die sessie dat stond ook zo in de uitnodiging. Dus wat dat betreft, we waren daar allemaal. Dus je had alle vragen kunnen stellen en alle kritische opmerkingen kunnen plaatsen die je wilde, hoor. Dus, waar ik blij mee ben. Hè, zien weinig verandering erin. En dat is. Maar even de ik heb zelf ook wel eens een stukje geplaatst. En wat meneer Van Stralen ook riep, ik heb nog een aankondiging geplaatst. Als je iets plaatst en je moet echt gaan zoeken om het terug te vinden, dat is toch heel demotiverend voor mensen om überhaupt iets te schrijven. Ja, maar dat is wel het directe gevolg van de mogelijkheid die je biedt om veel mensen de stukken te laten plaatsen. Op het moment dat veel mensen plaatsen, inclusief die eigen redacties, is niet alles de lange tijd zichtbaar. In mijn voorbeeld, ik plaats iets en het komt niet eens bovenaan te staan. Ja. Dan staat hij op nummer 10. Als ik hem nu plaats, dan staat hij op nummer 10. Dan denk ik, dat kan niet de bedoeling. Of hij is onzichtbaar. Hij staat er gewoon niet op. Hij staat er wel op. We kunnen het zo buiten maar de hij staat er altijd op. Ik bedoel, als je de juiste zoekterm invoert en op je het lijstje klikt linksboven. Dus, maar wat ik hier hoor is dat er behoefte is aan een grotere zichtbaarheid van materiaal dat uit het publiek komt. Dat is eigenlijk de boodschap. Nou, die boodschap die hoor ik en die gaat u meenemen. Die neem ik absoluut mee. Maar er zit ook altijd een redactie die een afweging maakt. Een afweging tussen wat is voor de grote groep bezoekers van het grootste belang. En in die afweging zit een keuzemoment waar niet iedereen het mee eens zal zijn. Dus een garantie nu geven dat vanaf morgen al die stukken bovenaan staan, dat ga ik niet doen. Gooi in Eenboten, dat begrijp ik allemaal wel. Maar Hilversum is ook een mediastad. Heel veel mensen hebben ervaring hier met de media. En het ging zo fout helemaal niet met die www.echo.nl-site. Dus het moet hier ook gewoon lukken. En een moderatie, ik denk dat goed is. Ik denk zelfs dat er af en toe beter gemodereerd moet worden. Ja. Misschien meer moderatie en minder eigen stukjes plaatsen door de journalist zelf. Oké. Ik wil het hier eventjes bij laten. We hebben hier misschien nog mensen die ook nog vragen hebben over... Ik heb er wel een vraag over. Daar komt iemand naar u toe. Mijn vraag is eigenlijk dat we praten, gechargeerd gezegd, een beetje oude media. Ik ben even benieuwd
of de manier van communiceren in de media ook niet veranderd is. Want er wordt gesproken dat berichtjes niet te zien zijn of er wel opgestaan hebben, maar op dit moment niet meer te zien zijn. Maar is de communicatie van de community waar wij onderdeel van uitmaken misschien ook anders, dat we ook berichten real-time op Twitter, op Facebook en dergelijke met elkaar communiceren en dat eigenlijk het communicatieproces anders gaat en zeker gaat worden in de toekomst, ja, dan de lijn die op dit moment veelal gepraktiseerd wordt? Dat is mijn vraag. Dat is absoluut een heel belangrijk punt. Als media, als klassieke media, iets hebben verloren, dan is het wel hun monopolie op de nieuwsvoorziening. De nieuwsvoorziening is ja, eigenlijk met de komst van het internet zo gedemocratiseerd dat je eigenlijk kunt zeggen dat iedereen uitgever is geworden. Niet iedereen wil uitgever zijn, maar iedereen die het wil, die kan het zijn. En daarmee is dat heel erg versplinterd. Komt er wel weer een nieuwe taak bij media om daar weer een soort filtering in aan te brengen. Om daar het beste uit te halen en dat ja, door te plaatsen of daar de aandacht op te vestigen. Dus dat is echt nadrukkelijk een nieuwe taak van media. In ieder geval media die hun rol serieus nemen, denk ik. Maar je kunt niet. Kijk, vroeger werd nogal makkelijk beweerd door journalisten van hé, maar wij hebben die kennis. En het volk kan, heel plat gezegd, het volk kan wachten tot wij bereid zijn om die kennis te delen met jullie. En dan hebben jullie ook die wijsheid. Maar ja, daar moeten we nu wel alert zijn van die dichtbij. Want het is eigenlijk nu landelijk gemaakt, hè? Dichtbij. Met dezelfde formule van de Telegraaf. Nou, het is niet één formule. Dat maakt het wel op dit moment heel erg zwak als je één formule gaat toelichten. Het is niet één formule. Het is landelijk dichtbij. Je kan steeds je postcode invullen. En dan kom je ergens op een site. Maar prima. Misschien daar dat ik iets beter weet wat de formule is dan u. Ik ben een kijker. Ja. Maar ik ben een gebruiker, ik denk niet dat het helemaal tot elkaar gekomen, maar we gaan ongetwijfeld die dichtbij nog een beetje volgen. En alle discussies die daarop komen. En misschien zien we nog verandering binnenkort. Ik wil in ieder geval hartstikke bedanken voor uw deelname aan deze discussie. Okay. En we gaan nog even een korte pauze houden. Okay. Ja.